Ja, dit is het huis, ja. Verschrikkelijk. Je kan er niet naar kijken. Nee, ik kan er echt niet eens naar kijken, nee. Wij woonden vroeger op dat hoekhuis in die straat. Werd ik zo ontzettend misselijk en echt gewoon het verdriet, echt gewoon zo enorm. Ik had een soort van herbeleving. Ik zag mezelf echt als klein meisje van school en dezelfde route lopen naar huis toe. En dat enorme gevoel van onveiligheid en ja, ook gewoon echt wel trauma voelde ik. Je hoopt altijd dat iemand je dan komt redden als kind, maar er kwam nooit iemand om ons te redden. Nee. Ik ben opgegroeid in een gezin waar extreem veel geweld was. En ik heb dat heel erg van dichtbij meegemaakt. Bijna wekelijks escaleerde dat. En escaleerde soms zo erg dat het echt ging om steekpartijen. Steekpartijen? Ja, klopt. Ja. En wie waren daar dan bij betrokken? In principe was mijn moeder altijd de target van mijn vader. Alleen ja, als kind wil je dan toch je moeder beschermen. En in die hoedanigheid vielen er ook klappen. Wat is het ergste wat papa bij jou heeft gedaan? Toen is Georgina bij mijn buik mes stoken bij mijn buik. Dit is erg geweest. Wat voor man is jouw vader? Nou, mijn vader is ernstig schizofreen en drugs- en drankverslaafd. Dus ook gewoon een patiënt, dus ook een slachtoffer. En kreeg niet de juiste medische hulp, waardoor het echt extreem escaleerde. Zo is het zoals ik het vandaag toch als volwassene kan zien. Tijdens het maken van deze serie begreep ik ook dat het nooit zo zwart-wit is, weet je al? Ik bedoel, huiselijk geweld is de grootste vorm van geweld in Nederland. En ja, het is ook heel verborgen en heel veel schaamte en heel veel veroordelingen over het onderwerp. Het is echt een complex probleem. Waarom ging je niet weg, mama? Ja, ik zeg, aanstijg naar huis. Ik ga echt zo weg. Ja? Toen is het klaar. Maar dus, ik kan niet weg. Hoe gaat het nu met je moeder eigenlijk? Maar met mijn moeder gaat het eigenlijk best wel goed onder de omstandigheden. Die is gewoon heel erg blij met ons, met haar kinderen. En ja, die heeft ook wel weer een soort van haar leven opgepakt. Hoe heb je haar daarbij kunnen helpen? Ik denk niet echt dat ik daar heel duidelijk een rol in heb gespeeld. Ik denk wel dat haar groot geluk was dat ze gewoon ontzettend veel kinderen had en heel veel verantwoordelijkheden. En dus dan kom je ook automatisch heel snel in de dagelijkse beslommeringen van zorgen en verzorgen. Dus ja, ik denk dat misschien, dat zegt ze ook, als mijn kinderen er niet waren geweest, dan had ik er waarschijnlijk een einde aan gemaakt. Zo. Ja. Ik weet al dat papa een keer mama echt helemaal inderdaad bijna tot los had geslagen. Ja. En dat ik thuis kwam en dat ik dat dus zag. En toen ben ik dus naar een vriendinnetje gegaan. Ja, maar ergens snap ik dat wel. Nee, maar ik vind het wel echt... Ja. Ja, nee, maar je wil... Ja. Waar is je vader? Mijn vader leeft in een inrichting nog steeds. Ja. En het gaat niet goed met mijn vader. Nee. Nee. Wil je daar iets meer over kwijt? Nou ja, de situatie is niet echt veranderd. Ja. Behalve dan dat hij ouder is geworden en... Ja, hij leeft in een inrichting en is nog steeds schizofreen en nog steeds drank. En ja, drank eigenlijk niet eens meer, alleen maar drugsverslaafd. Ja. Heb je de behoefte om hem op te zoeken? Ja, ik zoek hem ook regelmatig op. Ja. En hoe gaan die ontmoetingen dan? Zit daar veel wrang? Nee, ik moet zeggen, ik zie mijn vader echt als een slachtoffer die hulp nodig heeft. En zolang mijn vader leeft, zal ik hem ook altijd die hulp bieden. En zo denken mijn zusjes er ook wel over. Dus roelerend bezoeken we mijn vader en zorgen ervoor dat... Ja, hoe vreselijk zijn leven ook is, dat het nog wel enigszins iets beter kan zijn. Ja.